jaar geleden werd Tinberg op zomer meisje geboren. Haar ouders noemden haar Julia. En vanaf jonge leeftijd wilde ze niets liever dan dansen op elk familiefeest. Toen ze op school kwam, besefte ze dat ze niet alleen graag danste, maar ook zong waar ze kon. Het was een mooie zomernacht, toen ik een engel voor me zag. Ik hoorde een stem zo mooi en zacht. Weet je wat ze zei die nacht? Meisje, als jij kan zingen, zing de hele nacht. Meisje, als jij kan dansen, dans en lach. Meisje uit duizend dromen, maak ze waar vanaf. Later kon ze zingen en dansen combineren, toen ze meedeed in meerdere musicals. Maar op 27 november 2021 veranderde haar leven. De persoon die van K2 weer K3 gaat maken is Julia. Nu moet u eens goed naar me luisteren, zeg Anne. Nee, wacht, het is oké. Jullie hebben drie nummers gezongen. En u komt hier even binnen. Meneer de directeur, die denkt van, ho, kom even binnen. En ik stuur zomaar Julia weg. Anne. I got this. We hebben hier allemaal, kern eruit gekeken, hè. En nu stuurt Julia zomaar weg. Ik probeer kalm te blijven, hè. Max. Max? Ik wist helemaal niet dat jij theaterdirecteur was. Nee, ik ben toch geen theaterdirecteur. Oh, Hanne. We hadden toch gevraagd aan onze vriend Max om ons vandaag te helpen met de voorbereidingen voor die welkomstparty van Julia. Ja. Maar het is de allereerste tour van Julia en dat willen we niet zomaar voorbij laten gaan, dus we gaan haar verrassen. Ik wist dat hoor, dat was een mopje. Daar zijn vrienden voor. Daar zijn vrienden voor. Waterkoor, daar zijn vrienden voor, daar zijn vrienden. Zing maar mee, waterkoor. Ik vind het nu al top, Emily. Dank u wel. Maar dus... Yeah.
Yeah.
Dat is heel fijn.